een lange afwezigheid door de pandemie is de Second Home Beurs eindelijk terug. En met succes. We willen er alles over weten. Arno, wie van de organisatie heb je bij je aan tafel? Ik heb Tom bij me zitten. Tom van de Second Home Beurs. Dit is al even geleden, 1,5 jaar. Ja, je kan het je bijna niet voorstellen, maar ik heb een glimlach van oor tot oor. Dit is fantastisch dat je mensen weer mag verwelkomen. Natuurlijk deelnemers, maar natuurlijk ook bezoekers. Mm-hmm. Ja, het is een geweldige sfeer die er hangt. Iedereen is heel enthousiast. En mensen hebben er schijnbaar behoefte aan. Waarvoor komen ze hier? Het is erg druk vandaag op de vrijdag. Ja, die behoefte is groter dan ooit. En, een tweede woning is ongekend populair. Niet alleen in Nederland, maar we horen ook dat in het buitenland geter aftrek vindt van de tweede woning. Ja. Iedereen is toch met zijn spaargeld aan het puzzelen. En wat is nou mooier als je hier alle aanbieders bij elkaar treft? Ja, en het gekke is die coronapandemie, 1,5 jaar lang geen beurs. Maar ja, de mensen die zijn gaan nadenken over hun spaargeld. Je krijgt niks op de bank. Maar konden nergens die informatie krijgen. Ja. En nu is die beurs weer. Vandaag vrijdag erg druk. Wat verwacht je de komende dagen? Ja, nou, dit is een voorbode voor de rest van dit weekend. We lopen erg voor op de normale cijfers. Dus het verwacht een heel druk weekend te worden. Mm-hmm. Heel veel informatie, mooie variatie, verschillende landen. Eigenlijk alle landen zijn vertegenwoordigd. Veel aanbod. En alle experts zijn meer dan gebrand om iedereen te informeren hierover. Ja, want daarvoor komen mensen naar de beurs, hè? Om tastbaar kennis te maken met de mensen achter de vastgoed- en projectontwikkelaars. Nou ja, je kan je voorstellen, er gaat toch een hoop geld in om. En als we over zoveel centjes praten, is het toch wel fijn als je iemand in de ogen kan aankijken. Ja, dat is een uitgelezen kans van de beurs om iedereen te spreken en om juist de juiste informatie ook mee te krijgen. Precies, nou, jullie organiseren een hele rits aan beurzen per jaar. Het zal iets afgenomen zijn, maar hoeveel zijn er of zitten eraan te komen? Nou ja, hierna hebben we de beurs in Gent, in België, deze maand. En daarna starten we op in Maastricht, eind januari in het MEC. En dan gaan we onze reeks van 6 beurzen volgend jaar weer gewoon afdraaien. Precies, en ondertussen kunnen mensen nog steeds naar jullie site ook? Ja, goede vraag. Zeker voor alle informatie omtrent het kopen van de tweede woning, maar ook het woningaanbod met 14.000 woningen inmiddels. Mm-hmm. Ja, vind je terug op secondhome.nl. Ja, dat is een goede start om daar eens op te kijken. Lekker rond snuffelen, alvast een beetje in de sfeer komen. En anders op naar de eerste beurs natuurlijk, hè. Dus niet missen, de beurs in Maastricht in januari.